Restaurant De Kleine Baron is het eerste restaurant in Utrecht dat het Green Key certificaat heeft gekregen vanwege haar groene bedrijfsvoering. Burgemeester Aleid Wolfsen komt hen persoonlijk feliciteren. Dat je in ieder geval wel met elkaar in gesprek. Meneer de burgemeester, waarom bent u hier? Nou, omdat ze natuurlijk iets te vieren hebben. Vorige week een mooie groene label gekregen. En dat is echt heel bijzonder. Ik heb even navraag gedaan wat je er allemaal voor moet doen. Om dit bijzondere vignet te halen, dat is echt heel veel. Dan hoor je bij de top van die mensen die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Echt hulde voor deze jonge ondernemers. Wat is de Green Key Award? De Green Key is een internationaal keurmerk waarmee je dus rekening houdt met het sociale beleid van je directe omgeving en de indirecte omgeving. En dus ook het milieu. Toen wij dat te horen kregen, zijn we dus gaan kijken van waar moet je aan voldoen. En omdat we daar 4,5 jaar geleden al een beetje mee op weg waren om daarmee in te groeien, konden we eigenlijk zo mee in de lijn om aan alle eisen te voldoen. En zo hebben we dat voor elkaar gekregen. En welke eisen moet ik aan denken? De producten is een eis, energiebesparing is een eis, waterbesparing. Eigenlijk heel veel dingen. Dus dat je dingen voor de buurt doet, dat je betrokken bent. En waarom vind je dat belangrijk? Zoals jij ook wel weet, wonen wij hier ons hele leven. Dus ik denk in de loop van de jaren hebben wij dat toch wel meegekregen. Dat daar wel behoefte aan is om meer bij elkaar te zijn en wat meer dingen met elkaar te doen. Volgens mij bent u de trotse oma van de eigenares hier. Dat klopt, ja, helemaal, ja. En wat vindt u er nou van, die Green Key Award? Heel goed, heel goed. Je moet met je tijd mee. En denkt u nou dat het hier ook een beetje een voorbeeldfunctie voor de buurt heeft, dat zij hier zo op inzetten? Dat geloof ik inderdaad, want er wonen hier een hoop jongelui en er komen hier een hoop jongelui. En dat dacht ik wel hoor, dat de mensen er wel attent op worden gemaakt. Ja, maar ook met dit soort kleine initiatieven vind ik wel grappig, want dan komt het wat dichter bij huis. Ja. En dan merk je dat als een restaurant er iets aan kan doen, dan kan je als huishouder er ook wat aan doen, zeg maar. En dat vind ik wel positief daarom ook. Doe je zelf wat aan duurzaamheid? Niet heel veel. Ik probeer zoveel mogelijk biologisch te eten. Maar daar houdt het wel ongeveer mee op. Wanneer denkt u nou dat ondernemers daarvoor kiezen? Dat ze er gevoelig voor zijn om duurzamer bezig te zijn? Nou, ik denk twee motieven. A, moet je het van binnen goed vinden. Omdat het zoveel tijd en energie kost. Aan de andere kant is het ook mooi. Ik vind het echt mooi dat ze ook zo aandacht krijgen. Hè. Dus dat kun je ook onderscheiden van andere ondernemers. Ik hoop dat mensen ook aan een zaak als deze gaan. Om ze te zeggen, nou, wij willen ook goed en duurzaam met het milieu omgaan. Als je dan hier eet of luncht, draag je jezelf ook je steentje bij. Denk je nou dat je daardoor ook meer gasten gaat trekken? Nou, omdat het in de restaurantversie zeg maar nog maar heel kort van start is gegaan, denk ik dat het langzaam wat optrekt. Maar dat is voor ons mooi. Blijft natuurlijk maar een mooi buurtrestaurantje. Ja.